Het wiel, het klinkende kleren, juist betieden wie het troch buien, pittige buien ik. En soms ik nog een stevige wien. En nu het eindelijk, we binnen er nog net van af. Want vreet weet ik, ben een tien wie te die. Let ik het maar op mijn richtje zetten. Joen en vannacht. Joen, eerst nog een aantal buien. Maar staar gewoon, ik droeg een periode. En vannacht, ik ben een paar buien erachteraan. Maar in het kust- en watergebied komen ze op tonger. Vierdes, opklarings. En een temperatuur zit tussen de 8 en de 11 graden. En de west-zuidwestenwind is matig ontkrachtig. Kan misschien uit het trog nog eens even wat sterker wezen. Dan morgen. Morgen wordt een dag maar eerst nog een aantal buien, maar let er toch flinke opklarings. En dan bluwt er een bui of een buiken oer, laat ik het samenstellen. En de temperatuur morgen 21 oeral gelijk 14 graden. En de wind west-zuidwest, nou die zal matig ontkrachtig wezen. De krachtige wind vooral in het kust- en watergebied. Dan zetten we terug naar het waarbeeld van de dagen die volgen. Het vooruitzicht. Vreed een wierte, tegen wierte dag. Maar eerst een bak wetter, rein dus. En daarna nog een aantal buien, maar misschien wel kans op tonger. En dan zetten we terug naar sneeuw en snijn. Sneeuw ik nog een buig waartype. En snijn, dan ligt het droog te bloeien. De temperaturen deze dagen zo om en bij de 13 of de 14 graden heen. En dat is toch wel cool voor deze tijd van dier. Ja, een wierteboel, wierteperioden. Maar snijden we het droog, dan kunnen we even bijkomen. En we moeten morgen, maar weer even in het waarschijn.